Het menselijk lichaam is enorm complex en daarom heel interessant voor wetenschappers om te bestuderen. Met de huidige wetenschap en technologie weten we eigenlijk al veel over het menselijk lichaam. Toch is er een heleboel dat we nog te weten moeten komen over hoe de hersenen en daarmee ons denken gekoppeld zijn aan het optimaal functioneren van ons lichaam. Denk maar aan Magneto uit de actiefilm X-Men, die met zijn gedachten objecten kan manipuleren. Zouden wij mensen in staat kunnen zijn om bijvoorbeeld al zwevend deze video te kunnen bekijken? Dat zou geweldig zijn. Kijk naar deze video met 10 mensen met bizarre superkrachten. Wie weet ontdek je een verborgen superkracht in jezelf. 10. Masutatsu de Godhand Oyama. Wanneer je op zoek gaat naar karate-legendes, zul je ongetwijfeld de Godhand tegenkomen. De persoon achter deze fenomenale legende is Masutatsu Oyama. Als jongeling begon deze karate-master met het bestuderen van vechtsporten. Na gediend te hebben in het Japanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog, richtte hij zich volledig op de sport en trainde continu. Hij trainde in de bergen en deed alles wat je van een karateka verwacht. Hij brak stenen, bomen waren zijn bokszakken en boven alles ontwikkelde hij een enorme kracht om met stieren te kunnen vechten. In maar liefst 52 gevechten met deze gigantische woeste dieren wist hij ze keer op keer te overmeesteren. En dat alles met de blote hand. In 3 gevallen kwamen de stieren zelfs te sterven als gevolg van een enkele slag van Masutatsu. Hij kon met een handslag hun hoorns afhakken en de stieren onderwerpen aan zijn wil. Masutatsu was ook degene die de krijgskunst van Kyokushin heeft ontwikkeld. 9. Tim Quitland. Een superkracht hebben is alles behalve normaal en verbaast mensen steeds weer. Tim Quitland, ook bekend als de Zamora the Torture King, is een man met een ongelooflijk vermogen om pijn te kunnen weerstaan. Wanneer jij en ik het uitgillen bij het krijgen van een prikje bij de huisarts, voelt Tim absoluut niks wanneer hem iets overkomt dat normaliter voor veel lichamelijke pijn zou zorgen. En als je dacht dat Tim geluk had en met deze bizarre mogelijkheid werd geboren, dan heb je het helaas aan het verkeerde eind. Tim heeft zich dit vermogen om pijn te overwinnen zelf jarenlang aangeleerd en verdient hiermee ook zijn brood als entertainer. Als je durft te kijken naar een van zijn shows, dan kun je Tims bizarre talent bewonderen, terwijl hij spiezen door zijn gezicht en ledematen steekt, vuur en scherven eet, zwaarden inslikt en zichzelf blootlegt aan elektrische schokken. Tim zegt dat hij mentaal erop getraind is, waardoor hij de pijn niet voelt. 8. Rusty Haight. Elk jaar gebeuren er veel auto-ongelukken waarbij miljoenen levens worden gered dankzij het toepassen van bepaalde veiligheidsvoorzieningen in de auto. Denk maar aan het veiligheidsgordel of de airbag. Door veiligheidstesten van de voertuigen kunnen onderzoekers de normen voor deze veiligheidsvoorzieningen bepalen. Hiervoor wordt er meestal een testdummy gebruikt om de effecten van een autobotsing te kunnen meten en hiervoor de nodige veiligheidsnormen te kunnen laten berekenen. Echter blijkt dat ondanks alle geavanceerde technologie in deze branche er nog steeds ruimte is voor een menselijke testdummy. Maak kennis met Rusty Haight, ook meer bekend als de Human Crash Dummy. Deze man heeft het bijzondere vermogen om voertuigbotsingen te kunnen incasseren zonder dat hem iets overkomt. Dat is wel heel apart. Met meer dan 1000 voertuigbotsingen op zijn naam heeft hij dan ook een wereldrecord gevestigd in het Guinness World Record. Hij is al 30 jaar bezig met het testen van botsende voertuigen. 7. Jill Drake. Het is eigenlijk niet zo verrassend dat een vrouw het record houdt van de luidste schreeuw in de wereld. Helemaal niet stereotypisch bedoeld, maar vrouwen schreeuwen over het algemeen veel meer in hun leven dan mannen. Ze schreeuwen bijvoorbeeld vaker tegen koppige kinderen en kunnen een kreet van wanhoop slaken wanneer ze erg schrikken of bang zijn. En heb je bijvoorbeeld ooit een vrouw horen bevallen? Die schreeuwt het uit van de pijn. Klassenassistent Jill Drake uit Londen beweert echter het tegendeel van zichzelf en zegt dat ze nauwelijks tegen de kinderen op school schreeuwt en ook tegen haar eigen kinderen thuis niet. Tegelijkertijd is het dezezelfde vrouw gelukt om het wereldrecord te vestigen voor de luidste schreeuw in 2000. Ze deed dit met een geluid dat maar liefst 9 decibel harder klinkt dan dat van de donder en slechts 10 decibel meer dan dat van een opstijgende jumbojet. Haar oorverdovende schreeuw werd tijdens een competitie gemeten op 129 decibel. Ah! 6. Dave Mullins. Ook onder water kunnen mensen van die bizarre superkrachten hebben, die wel eens handig kunnen uitkomen als je die hebt. Dave Mullins uit Nieuw-Zeeland is de levensechte Aquaman met een uniek vermogen onder water. Nee, hij heeft geen kieuwen en een geschubde huid als de fictieve Aquaman, maar Dave is wel in staat om in een recordtijd onder water te zwemmen. En bovendien legt hij in deze korte tijd ook een recordafstand af.
In 2007 wist hij zijn eigen record te verbreken door gedurende 4 minuten onafgebroken onder water te zwemmen en een afstand af te leggen van 244 meter. Dave is ook een ster in vrijduiken en wist ook hierin een record te vestigen in 2008. Deze Aquaman dook maar liefst 108 meter naar de diepte zonder gebruik te maken van een zuurstoftank of speciale beademingsapparatuur. Door zijn spieren te trainen heeft hij nauwelijks zuurstof nodig, waardoor hij deze geweldige prestaties heeft kunnen behalen. 5. Natasha Demkina. Een paar honderd jaar geleden, toen de Duitse natuurkundige Willem Röntgen voor het eerst de ontdekking deed van röntgenfoto's, was men er sceptisch over en dacht dat het voor de gekhouderij was. Nadat zijn ontdekking op de proef werd gesteld, dacht men er al gauw anders over. Na 6 jaar ontving hij een Nobelprijs voor zijn ontdekking. Maar wat als je nu röntgenbeelden van iemand binnenste kan hebben zonder gebruik te maken van een röntgenapparaat? Stel je eens voor dat je naar jouw vriendin kijkt en gewoon met het blote oog al haar organen kunt zien. De Russische Natasha Demkina, nu een vrouw, heeft sinds haar tienerjaren precies dit buitengewoon vermogen gehad. Ze kan door simpelweg naar iemand te kijken een diagnose maken en hen vertellen of er iets mis is met hun organen. Ze werkt met wetenschappers en doktoren om erachter te komen hoe het mogelijk is dat ze deze bizarre superkracht heeft. 4. Slaviza Pajskic. Er zijn niet veel mensen op aarde die een levensbedreigende hoeveelheid elektriciteit kunnen incasseren en er daarna nog over kunnen vertellen. Slaviza Pajskic werd geboren in Servië als een normaal kind en groeide ook onder normale omstandigheden op. Pas op zijn 17e ontdekte hij zijn unieke superkracht. Mensen die hem in actie hebben gezien kunnen ervan getuigen dat Slaviza de mogelijkheid bezit om één te worden met elektriciteit. Hij kan met zijn excentrieke superkracht hoge stroomstoten tot 20.000 volt weerstaan. Een normale persoon kan niet eens 50 volt aan. Bij deze stroomintensiteit krijg je een ernstig ongeluk of je kan zelfs doodgaan. Slaviza heeft door zijn vreemde talent 2 records weten te vestigen in de Guinness Records. Bij het record van 2003 kon hij 20.000 volt gedurende 1 minuut en 37 seconden geleiden door zijn lichaam. Lang genoeg om een kopje water aan de kook te brengen tot een temperatuur van 97 graden Celsius. 3. Monsieur Mangetout. Hoe zou het zijn om een talent te hebben als Monsieur Mangetout of meneer Alleseter? Niet dat je een bodemloze put als maag hebt, maar gewoon het bizarre vermogen om van alles te kunnen eten. Geen frietjes of milkshakes voor hem, maar eigenlijk alles wat je niet moet eten, kon hij dus wel eten. Meneer Alleseter, geboren Michel Lotito, was een Franse entertainer die bewust niet verteerbare dingen at, zoals in stukken gehakte fietsen, winkelwagentjes, televisies en zelfs een klein vliegtuig. De man had een vreemde eetstoornis genaamd pica, waardoor hij deze bizarre dingen lustte. Ook had hij vermoedelijk extra dikke darmen, waardoor hij geen last had van de scherpe metalen die in zijn spijsverteringskanaal terecht waren gekomen. Zijn hele scherpe maagzuur hielp ook bij de vertering van zijn ongewone voedsel. Na bijna 9 ton metaal te hebben gegeten in zijn leven, stierf hij in 2007 aan een natuurlijke dood. 2. Lars Andersen. Wie iets weet over Marvel Comics, kent vast de Green Arrow wel. Deze actieheld heeft een bijzondere nauwkeurigheid als het op boogschieten aankomt. In het echte leven bestaan er ook van dit soort mensen die onze favoriete actieheld misschien zelfs overtreffen. Maak kennis met de in Denemarken geboren Lars Andersen. De jonge man is een vreemde YouTube-sensatie die leuke, maar ook controversiële video's maakt. Hij demonstreert in zijn video's zijn ongelooflijke schietvaardigheid met zijn pijlenboog. Met nauwkeurigheid en precisie schiet hij 3 pijlen binnen 0,6 seconden naar het doelwit. Ook schiet hij graag een pijltje af vanuit de meest onmogelijke standjes. Soms ondersteboven hangend, soms geblinddoekt en soms al springend. Wist je dat Lars zijn pijlen gedurende een vlucht een wending kan geven? Hierdoor is hij in staat om een doelwit achter een object te raken. Het is fantastisch om te zien en ik wenste dat ik ook zo'n superkracht had. 1. Shaolin Monniken. Van Shaolin Monniken is bekend dat ze veel meer fysieke dingen aankunnen dan de doorsnee persoon. Ze kunnen bijvoorbeeld op handen en voeten een trap afzwakken en hun lichaam balanceren op puntige speren. Maar wist je dat ze ook in staat zijn om met een elektrische boor tegen hun schedel aan te drillen en er ongedeerd van af te komen? Je hebt het goed gehoord, Shaolin monniken, voornamelijk degenen die de rang van Shaolin Master hebben behaald, hebben de verbazingwekkende mogelijkheid om met een elektrische boor gedurende 10 seconden tegen hun schedel en tegen hun nek aan te drillen. Ze kunnen deze stunt doen zonder een helm of andere beveiligingsschild. De boor wordt onder stroom gebracht, aangemaakt en wordt tegen de naakte huid van de Shaolin gebracht, op zijn schedel, bij zijn slaap of bij zijn nek. Dankzij zijn bizarre superkracht houdt hij er slechts een rode plek aan over.
Zeker niet iets wat je thuis moet proberen. Dat was onze video met 10 mensen met bizarre superkrachten. Kende je deze 10 superkrachten al? Denk je dat alle mensen mogelijkwijs soortgelijke superkrachten kunnen hebben? Laat het ons weten in de comments. Vergeet niet om de video een like te geven als je hem leuk vond. Abonneer je op het kanaal om ons te blijven volgen. En zet de notificatiebel aan om als eerste een melding te ontvangen voor toekomstige video's op het Top 10 kanaal.